Het ziet echt zo apart uit. Oh, ze zijn toch wel heel erg groot. Viespeuk. Dat zou je niet verwachten van een konijn, maar... Niet het maar opjagen, jongens. Hoi allemaal en super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. En vandaag ga ik jullie weer een dagje meenemen. Het is vandaag zaterdag en ik ben net een dagje terug van mijn mini vakantie. Ik ben namelijk een midweekje weg geweest met mijn opa en oma en mijn moeder naar een vakantiepark van Landal. Landal het Vennebos, misschien ken je dat wel. Nou, het was een ontzettend leuke week. En vandaag ga ik voor het eerst weer naar Uraya toe. Ik ga niet rijden, we gaan wandelen waarschijnlijk. En we gaan ook naar de oude stal. Dan gaan we daar de springbalken en staanders ophalen. Het was eigenlijk niet echt iemand van de oude stal die interesse had in de springbalken en staanders. En ik vind het natuurlijk super leuk om met Uraya te gaan springen. Dus ik kon de springmaterialen overnemen en dat gaan we vandaag ophalen. Dus ik hoop dat jullie zin hebben in deze video. En als dat zo is, doe dan een duimpje omhoog en dan gaan we gauw beginnen. Maar niet voordat we dit pakketje hebben opengemaakt. Dit pakketje is binnengekomen in de week dat ik weg was. En het is eigenlijk voor een samenwerking van Instagram. Maar ik vind het wel heel erg leuk om aan jullie te laten zien. Want wat hierin zit is wel heel erg grappig. Oké, ik ga hem gelijk maar even openmaken, want dan kan ik ook niet meer langer wachten. De doos gaat open en... hè? Nou ja. Een emmer met paardensnoepjes. Nou, wat grappig. Huh, wow, dit is echt heel erg zwaar. Unicorn candy. Tss. Nou ja, een emmer met paardensnoepjes. Ik wist niet dat ik die erbij kreeg. Nou, dat is wel een leuke verrassing. Oh, dat is wel mooi, want Uraya's snoepjes die begonnen een beetje op te raken. Tada! En dan krijgen we nou het onderdeel waar de samenwerking voor was bedoeld. Oh, dit is zo leuk. Ik ben hier zo blij mee. Ja, het is namelijk een paardendeken, maar niet zomaar een paardendeken. Er zit een superleuk printje op. Tada! Daar is die. Oh, ik ben echt heel erg benieuwd. Het is van het merk Wetterbita, als ik het goed uitspreek. Maar het printje wat op dit deken staat, kijk, je kan het stiekem al een beetje zien. Maar dat is zo ontzettend leuk. Ik ben zo super benieuwd. Het is een 0 grams dekentje, dus dat is voor 's nachts vind ik dat nu eigenlijk te koud voor Uraya. Maar ik doe het dan overdag op en ja, ik gebruik het voor het voorjaar. Maar kijk, je kan hier dan zien wat erop staat. Ah, nou, ik ga het zo meteen aan jullie zien als we eind van de middag weer naar Uraya gaan. Wat we nu gaan doen is even de aanhanger halen voor de springbalken. En dan gaan we naar de oude stal en dan gaan we die dingen ophalen. Doe me zo'n pot. Oh, hier past het goed perfect in hoor. Goed, we zijn op de oude stal en er is al gelijk iets wat ons heel erg opvalt. En dat is dat de bak soort van weg is. Echt super apart om te zien, want kijk, dit is dus de rijbak. Maar alle palen eromheen, die zijn weggehaald. Het ziet echt zo apart uit. Hier heb ik zo lang paard gereden. Nou, het is gewoon helemaal verlaten. Maar goed, we zijn op stal en we gaan de springbalken inladen in de aanhangwagen. Gaat de eerste al. Oh, ze zijn toch wel heel erg groot. Ik dacht ze passen er liggend in, maar ze moeten zo dus. Deze twee sloofhierdjes die gaan we ook nog meenemen. Die passen ook nog in de aanhangwagen. Dat zijn twee containers. En dan kunnen de paarden daar hooi uit eten. Dat hebben we op de oude stal. We hebben dat heel veel gebruikt. En de mensen van de nieuwe stal die wilden graag deze containers wel overkopen. Dus die gaan we ook meenemen. Zeg maar hier aan de bovenkant doe je dan hooi in de kuil. En dan kunnen de paarden hier eten. Oh, je laat hem liggen, ja. Nou, hier is die bruine container die ik net vast had. Want die hebben we even omgeruild voor een andere. Voor een grijze. Die is mijn moeder nou aan het schoonmaken zodat hij mee kan. Dan hebben we twee grijze. Dat kleurt net wat mooier bij elkaar. Ik heb een bosje bloemen geplukt voor Uraya. Nee, dit zijn brandnetels. Die heb ik geplukt met een handdoek. En die zijn schijnbaar heel erg goed voor paarden als je ze droogt. Kijk, gewoon echt verse brandnetels. Maar die moet je dan een paar dagen drogen. Dan zijn de prikkels er een beetje af. En dan kan je ze aan paarden geven. En die vinden dat en heel lekker en het is heel gezond. Dus ik ga het uittesten, want ik heb het ook nog nooit gedaan. Misschien vindt Uraya het niet eens lekker. Zo, die doe ik daar. En dan hopen dat ze niet wegwaaien. Oep, en dan gaat het net eroverheen. En de containers liggen er ook in. Twee grijze nu. Mooi. Hey. Daar gaan ze. Met de spullen. En ik ga trouwens ook mee hoor, maar ik moet even het hek dicht doen. Doei oude stal. Hey Ur, daar zijn we weer. Waren we een midweekje weg hè? Oh ja. Oh, heb je ons gemist. Viespeuk.
Ja, ik heb geen snoepje, dat is jammer, hè? Nee, ben je nou weer teleurgesteld? Kunnen we straks lekker veel gaan springen met al die springbalken? Oh, dat is leuk! Ja! Nou, doei! Dat was het ook weer. Is er weer klaar mee? Een knuffelbeer. Oh, zit weer lekker te likken. Wat heb je ook een mooie wintervacht. Oh, het is zo pluizig. Oh, hij zit mij weer te likken. En Sylvia, hallo Sil. Zit je ook lekker te eten? Oh, jij bent ook zo lekker chagrijnig. Net zoals Uraya. Eigenlijk passen jullie heel goed bij elkaar. Twee chagrijntjes bij elkaar. Zo, we zijn op de nieuwe stal. En hier zijn de spullen. En we hebben een mooi plekje gevonden waar we alles gaan neerleggen. We konden het in de hoek van de bak zetten. Dus daar kunnen dan de staanders. Maar als we daar ook de houten balken neerleggen, gaan de paarden er misschien aan eten. Dus dan hebben we hiervoor een plekje gemaakt. En dan leggen we ze op zeil en dan de balken. En dan is dat wel een mooi plekje waar we de balken kunnen laten. En we zagen net, dit waren de springbalken die ze eerst hier hadden. Maar kijk, daar is niet veel meer van over. Dus gelukkig hebben we nu nieuwe, want Uraya vindt het echt superleuk om te springen. De paarden staan trouwens daarachter ergens. Maar we gaan nu niet even met Uraya doen. Dat doen we zo meteen. Dan komen we nog een keer terug. Dan gaan we met Uraya wandelen en dat deken passen. Maar we moeten namelijk de aanhanger voor een bepaalde tijd weer terugbrengen. Dus we gaan even de spullen uitladen. En daarna gaan we naar Uraya. Maar... oh, hij staat daar ergens achteraan. Oké, de balken die staan nu tijdelijk hier. En we gaan nu even de kar wegbrengen en dan zeil halen, zodat we ze erachter kunnen leggen. En dan zijn ze tegen de regen beschermd. Kijk nou! Uraya en Sylvia, ze staan bijna bij elkaar. Volgens mij staat Uraya net nog een meter hierheen. Maar kijk, ze staan bij elkaar te slapen. We zijn weer op stal en ik heb een zeil gekocht, wat we kunnen gebruiken voor de springbalken. Hij is mooi in het groen, dus die gaan we even neerleggen. Tadaa! Nou, mooi! Het is net alsof we ze gaan begraven. Uraya zat net al te kijken van wat zijn die nou aan het doen met al die balken. Misschien herkent hij ze wel. Daar gaan ze. Zo, daar liggen de balken verstopt onder het zeil. En de staanders die staan er ook mooi naast. Hebben we mooie ruimte voor kunnen maken. Het lijkt net alsof we een moord hebben gepleegd. En dat hier onder het lijk ligt of zo. Maar het zijn de springbalken. Ze zijn super mooi beschermd en er komt hopelijk ook geen water bij. Nou, het staat prima. Het valt niet op. Ik vind dat het keurig staat. Mooi, ik ben er blij mee. Echt super leuk. Oh, dan kunnen we echt gaan springen en zo. Ik vind het echt heel leuk. Hey, Bunny, we zijn weer thuis. Hi, ja. Hallo. Oeh, ruik je paard. Zijn we weer hoor. Nou zijn we voorlopig weer even thuis. Dat is leuk hè. Je lijnzaadbrokje. Ja, kom, dan gaan we die geven. Laat eens zien hoe je dat altijd doet. Zo. Ja. Kijk eens. Oh, lekker. Nou, lekker Bun. Ah, er is ook post voor mij binnengekomen van een dekenwasserij. Ja, dat is wel leuk, want ik had een prijs gewonnen om paardendekens te laten wassen. Dus ik moet vanmiddag ook nog even dekens uitzoeken die ik wil laten wassen. Ja, beste Daphne, gefeliciteerd met de winactie van de Horse Heroes podcast van Just Clean Dekenwasserij. Yes, staat hier hoe ik het allemaal moet versturen. En dan worden mijn dekens weer gewassen. Dat is wel even mooi. Oké, ik heb alles klaargezet voor de video die ik zo ga opnemen. En welke video ik zo ga opnemen is een unboxing van de Decathlon. In mijn vorige vlog hadden jullie het stiekem al kunnen zien. Ik heb een nieuw pakket van de Decathlon ontvangen. En er zitten allemaal spulletjes in voor Uraya. En de video die is misschien al online. Of die komt nog online. Die komt namelijk ergens in december. En ja, ik ben super benieuwd. Allemaal prachtig mooi deze setting. Maar ik ga even Bunny halen, want ik vind het wel gezellig als Bunny er ook bij is. En ik heb die tafel daar weggehaald van het kleed. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe Bunny reageert. Want ja, eigenlijk altijd staat die tafel daar. Dus het is ineens anders. Oeh, daar gaat hij al. Hij is heel snel. Oh, hij ziet het. Ja, wat zou die denken? Waar is de tafel nou? Ja. Maar, oh ja, daar staat mijn microfoon. Dat heb je heel goed gezien, Bunny. Oh, Bunny denkt gelijk, ik ga weer weg. Hij zit echt te kijken van, hè? Ineens kan ik hier ook lopen.
Ja. Nou, gezellig. Ik ga de video opnemen en dan gaan we daarna weer naar Uraya. Ja, de unboxing video staat erop bij Bunny. Het is gelukt, de video is opgenomen en het is heel goed gegaan. Bunny was heel erg eigenwijs. Hij was echt heel erg stout. Dat zal je niet verwachten van een konijn. Maar hij ging steeds achter de stoel en bij het stroom. En dan riep ik Bunny nee. En dan ging hij weer keihard wegrennen. Jij was echt heel erg stout, hè. Maar nou is hij een beetje moe. En ja, dan gaan we nu naar Uraya en zijn dekentje passen. Ben je lekker aan het chillen, Bunny? Nee? Onder de unboxing spullen. Oeh, ik liet ze even stiekem zien aan de kijkers. Nou, dat zien jullie binnenkort in de video. Zo, we zijn op stal en nu onderweg naar Uraya om Uraya te gaan halen voor een wandeling. Rakke komt gelijk weer even begroeten. Oh, ja, jij bent ook leuk hoor. Ja, oh, gaat gelijk weer likken. Hallo Rakkertje. Hey. Ja! Zo, Uraya heb ik vastgezet aan de poetsplaats. Of nou ja, onze poetsplaats, want daar hebben we gewoon een poetsplaats van gemaakt. Oh, Uraya denkt dat er eten in zit, in de doos. Nee, daar zit Uraya's deken in. Lekker, ja, nou zie je dat er geen eten in zit. Nee, er zit niks in. Oh, dat is een teleurstelling. Gaan we ook even je oog schoonmaken, even poetsen en deken passen. Oké, daar gaan we hoor. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. En Uraya, hopelijk vindt hij het ook een beetje mooi. Ik heb hem hier. Ik moet nu al lachen. Wat grappig. Kijk, er staan allemaal giraffenhoofdjes op. En die vond ik zo ontzettend leuk, want ik hou heel erg heel veel giraffes. En toen kwam ik dit pareltje tegen. En ja, het is eigenlijk voor Instagram. Maar ik wilde het even stiekem aan jullie laten zien. En we moeten hem nog passen, dus dat gaan we nou maar even doen. Ga maar boos kijken. Ja, ik vind dat niet zo leuk, hè? Ik vind hem wel mooi, volgens mij. Tadaa! Nou, ik heb hem omgedaan. Er zitten nog een beetje foutjes in. Kijk, er zit nog aan de onderkant daar ook. Ja, moet nog... Ja, daar ja. Goed vorm. Maar volgens mij zit hij goed. Kijk, volgens mij hij valt net een klein beetje te groot. Of het is net goed. Maar kijk, hij moet niet over de billen heen vallen, dan is het te groot. Hij valt net een beetje onder de billen, dus volgens mij zit het precies goed. Ik ben er blij mee, ik vind het heel leuk. Zullen we een stukje wandelen met de deken? Ja, leuk. Ik ben heel benieuwd. Even een andere om. Pas wat beter bij het blauw. En dan is dit het eindresultaat. Nou, lopen ze een rondje. Oké, hij ziet er zo grappig uit. Ik vind het echt heel grappig. Hij valt volgens mij precies goed. Ja, prachtig, hè? Hey! Hey, jij kom ook! En ook gewoon een wilde giraf door het bos. Uh-oh. Lekker dat geslokt door de bladeren, hè? Ziet vers gras. Allemaal vers gras. Ja, ik vind het heel mooi. Hij vindt het zo leuk, hè? Ja, hij vindt het echt leuk. Ja, ik vind het echt leuk. Zo, we zijn weer thuis, hè, Ur? Ja, heel goed gedaan met je knappe giraffendekentje. En wat ik nu ga doen, is Uraya's giraffendeken afdoen. Helaas, ik doe hem af, want hij is te koud voor de nacht. Dat is namelijk 0 grams. En ik doe Uraya nou dit rode dekentje op. Dat is 100 grams, want het gaat deze komende nachten wel kouder worden. En bijna onder nul, dus dan is dat wel warmer. En mijn zwarte deken, die moet ook mee met de dekenwasserij. Want ik had die winactie gewonnen, dus dan kan ik mooi mijn zwarte deken laten wassen. En krijg jij weer een outfit change. Hij is heel blij. Ah, kijk eens. Oh, lekker. Zo, hij heeft het. Zo ziet hij eruit, helemaal rood. Dus Uraya en ik zijn nou in hetzelfde thema, allebei rood. En hij is een beetje dichtgetaped met duct tape. Het deken is ooit gemaakt en dan zou hij weer waterdicht moeten zijn. Maar voor de zekerheid hebben we er toch nog maar even duct tape op gedaan. Het zou een beetje zonde zijn als Uraya echt nat regent. Dus gewoon extra beveiliging. Nou, Uraya staat in de wei en hij wordt vrolijk ontvangen. Kijk, zijn vrienden komen eraan.
Nou ja, zijn ze zo blij om hem te zien. Nou zeg. Dit hebben we nog niet eerder gezien. Hey! Joe, daar is hij weer. Dat is Uraya weer. Uraya zit ook te kijken van wat is dit nou? Oh, hij heeft misschien een andere deken. Zouden ze denken van... Oh, dat het een ander is. Oh, niet het maar opjagen jongens. Oh, oh, Zouden ze denken dat het een ander paard is of zo? Ja, dat denk ik. Hij heeft gewoon een ander deken met duct tape op, jongens. Oh, ik schrok met die... Ja, ik ook met dat blok, ja. Uraya werd een beetje in die hoek gezet. Ja, hij werd in die hoek gezet. Waarschijnlijk dachten ze echt dat hij een nieuw paard was. Ik ga hem echt zo aanlopen. Nou, zijn jullie blij of teleurgesteld dat het Uraya is? Ineens staat ze hier allemaal zo stil van... Oh, oké. Okay. Kijk eens, Rakker. Ik heb nog wat lekkers voor jou. Ja. Mmm, lekker hè? Zo, het begint nou ook echt donker te worden en het regent al een beetje. Ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze dag samen met mij mee te gaan. We hebben niet gereden vandaag, dat doen we de volgende keer wel. Maar we hadden zoveel te doen. Ik hoop dat jullie dit een hele leuke video vonden. En als het zo was, doe dan een blauw duimpje omhoog. En vergeet ook niet om te abonneren op mijn YouTube kanaal. Want ik maak nog veel meer vlogs met Uraya. En die zullen er ook veel meer komen. Dus ja, abonneer op mijn YouTube kanaal. Duimpje omhoog, laat nog een leuke reactie achter. En tot in de volgende video. Doeg!